Jullie hebben meneer Van der Staaij uitgenodigd. Waarom? Voor een taalopdracht moesten we een keer een brief schrijven naar een bekend persoon. En toen dachten we van, nou, we kunnen het wel naar meneer Van der Staaij doen. En toen hadden we een brief geschreven en opgestuurd. En toen kregen we een reactie terug van, ik wil wel een keertje in jullie klas komen. En we vonden het heel leuk toen we de brief lazen en lazen dat hij wou komen. Ja, ik sta hier in groep 8 van de Ebenezer School in Apeldoorn. Ik ben hier op uitnodiging van twee leerlingen, Femke, Marije en Floor. En die hebben gevraagd, wil je een keer in de klas komen vertellen over de politiek, vragen beantwoorden? Nou, ik moet zeggen, het was hier echt een levendig vragenuur. Over heel veel onderwerpen waren er vragen. En ik vind het mooi om op deze manier ook iets te vertellen over de politiek. En ik hoop ook de politiek daarmee ook dichter bij jongeren ook te brengen. Zodat zij ook weer met interesse volgen, betrokken zijn op de politiek. Hey, en hoe is de les gegaan? Was het gezellig? Hoop vragen? Volgens mij vond iedereen het wel heel erg leuk. Het ging volgens mij wel goed. Nou, de volgende keer de minister-president uitnodigen of wie ga je doen? Wie weet. We waren er nog niet van plan om iemand anders een brief te schrijven. Meneer Van der Staaij is vandaag bij ons geweest in de klas. En we zijn best wel eens bezig met de politiek in de klas en laten dingen zien op het digibord. Dus het was wel heel erg leuk dat nu vanuit Den Haag meneer Van der Staaij naar ons toe wilde komen. En ja, de kinderen hadden heel veel vragen aan hem. Hij heeft meer dan een uur vragen beantwoord. Dus ja, het was echt de moeite waard. We hebben het heel erg gewaardeerd.